heb een nieuw cadeau gekregen van mijn mama. Het is lang geleden dat ik een pakje heb gekregen van haar, want ja, Sinterklaas komt niet meer bij mij. Hij skipt mij volledig. Deze pyjama. Ik slaap normaal altijd gewoon naakt, maar nu heb ik een pyjama. Dat is fucking nice. Deze. Hema. Pyjama. Yes. Welkom bij een nieuwe video, boys. De boy gang wordt groter. Echte boys gooien die like. Echte boys gooien die comment. Echte boys kijken de fucking advertenties uit op deze video. Als er advertenties zijn. Mensen met adblock hebben een kleine piemel. Sowieso. Enzo Knol was mijn favoriete YouTuber. Toen keek ik heel veel Kingeler. Een van mijn favoriete YouTubers. Toen keek ik Lengtijger. En heel die gang, geweldige YouTubers. Maar er is iets veranderd. Er is een YouTuber die beter is dan iedereen. Er is gewoon een betere YouTuber, snap je? Er is iemand die gewoon elke fucking YouTuber volledig aan het kantel is. Hij groeit fucking snel. Hij heeft de stabiele fanbase. Hij heeft merch. Hij is gewoon de nieuwe generatie van YouTubers. Hij gaat mij ook slopen. Zijn naam is These Games. Hey. Niet waar, sorry. Ark Pirates. Grapje. Flow mopje. Zijn naam is Pepe Blue. Pepe Blue is de legend van YouTube België. Mensen zeiken dat de Belgische YouTube community niet meer groeit. Wel, Pepe Blue is gewoon de beste YouTuber die er is. Join Team Blue now. 175 abonnees. Een gemiddelde van 41 views per video. Geweldig. Legend. Ik ben op dit kanaal gekomen door een vriend van mij. En hij had gesproken met Pepe Blue. En Pepe Blue wou graag dat ik een video over hem ging maken. This guy is legend. Je kan je afvragen waarom de fuck kijk je naar een YouTuber die geen haar heeft. Ten eerste, Hanwei staat bij zijn gerelateerde kanalen. Hij maakt dezelfde video's als Hanwei, denk ik. Nee, hij is veel beter. Hij maakt vlogs over zijn leven. En hij doet verschillende dingen, snap je? Hij verzamelt Blu-ray DVD's. En hij heeft verschillende hobby's. Hij drinkt koffie, maar echt fucking veel. Echt. Jullie denken nu dat ik fucking veel koffie. Heb ik al gezegd dat hij Blu-ray DVD's verzamelt. Ja. Hij vlogt, snap je? Hij is volwassen, hij vlogt, hij maakt dagelijkse Enzo Knol vlogs. Hij is de nieuwe fucking Enzo Knol. Ik dacht dat ik de nieuwe Enzo Knol was, nee, Pepe Blue. Zijn channel staat in de beschrijving. Hij is legend. Er is geen haatvideo. Er is een video waarin ik toon waarom Pepe Blue de beste fucking YouTuber is die er ooit geweest is in België. Hij doet geweldige dingen. En hij heeft wel advertenties op zijn video's. What the fuck? Het is zelf een fucking reclame voor koffie. Ja. Goedemorgen deze morgen, mijn naam is Pepe Blue. Hier zie ik duidelijk Blu-ray DVD's leggen. Hij heeft de verzameling Blu-ray DVD's. Ik heb dit kanaal volledig geanalyseerd. Ik weet precies waar deze guy op zit. Hij zit op koffie en Blu-ray DVD's. En natuurlijk zijn hondje. Die altijd meedoet in de vlog. In elke fucking video is het hondje gewoon de headliner. Elke keer als hij zijn intro doet, flipt die hond helemaal. Dit is vlog 80, Media Rommelmarkt. En op die Media Rommelmarkt koopt hij dan, jullie weten het al, Blu-ray DVD's. Elke fucking video is die hond er ook bij. Misschien zelf meer legend dan Pepe Blue zelf, man. Hij zingt ook in elke fucking vlog. Nou, is er maar één iets wat je moet doen, snap je? Je inschrijven voor de fucking Voice. Dat heeft hij gedaan. Zijn laatste vlog is inschrijven voor de Voice 2018. Beste fucking vlog ooit. Beter dan de vlog waar Enzo zijn arm breekt. Beter dan de vlog waar Enzo Beter dan alles. Daar is de hond! Legend. Heb ik al gezegd dat hij Blu-ray DVD's verzamelt? Sterke verzameling. En hij heeft zo een gezegd die hij altijd maakt als hij, ik weet het niet. Ooit van mijn leven ga ik dat ook een keer aan. Naad. Dit gezegd maakt hij fucking elke fucking video. Dit is vlog 82. Legend. Pepe Blue, echt. Legend. België heeft echt fucking veel vloggers de laatste tijd. En Pepe Blue is daar gewoon een van. Hij is echt die familievlogger, snap je? Hij chillt veel. Hij verzamelt Blu-ray DVD's. Drinkt veel koffie. En hij heeft een zoon. Hij heeft echt een zoon. En ik weet niet of die zoon mij kijkt. Maar als hij mij kijkt, je pa is een fucking legend. Ik ben toch vanmiddag een beetje gechilled. En dan met wat Maxke. Yo. En dan vanmiddag gechilled op het gemak. Yo, gechilled bro. Deze legend. Ze zingen gewoon een beetje en het ziet er heel fucking raar uit, maar het is wel grappig. Legend! Achte! OG fucking legend. Zijn hoofd legend. Zijn zoon legend. Ze lijken echt op elkaar.
Snap je, er is gewoon die leuke familievlog. De toekomst van YouTube. Mijn vader kent mijn verdriet. Ze hebben gewoon plezier en zo. Ze lijken op elkaar. What the fuck is that? Yo, even serieus. Als ik niet wist wat dit was, dan zou ik zeggen dat het uit de vlog van Ties kwam. Zo, Ties legt ook altijd zo met zijn vriendin en dan gebruikt hij dit als thumbnail. Zo, dat wordt de thumbnail. Maar deze guy is legend. Ties is geen legend. Dit... ja, legend. Heb ik al gezegd dat hij Blu-ray DVD's verzamelt. Een van zijn meest bekeken video's is zoiets wat iedereen deed op een bepaald moment. Hij is 100 hamburgers gaan kopen bij de McDonald's. Die video is fucking viral gegaan. 361 weergaven. Viral. Legend! Ja, je zou dus denken dat dit ooit stopt, maar... nee, ja. Er zijn dingen die altijd terugkomen in zijn vlogs. De intro met zijn hond. De Blu-ray DVD's. Heb ik al gezegd dat hij Blu-ray DVD's verzamelt? Hij zingt ook elke video. Ja, dus... vandaag... Blu-ray DVD's! Legend! Sfeerbeelden uit Oostende. This guy komt ook uit West-Vlaanderen. Hij woont niet zo ver van mij. Misschien moet ik eens meeten met hem. En ik kan het doen. Hij woont hier niet zo ver van. We kunnen eens chillen. Kijk, als deze video 25.000 likes haalt. Dat gaat toch nooit lukken. Dus kijk. Niet echt de challenge, maar ik zag het gewoon. Dan ga ik chillen met Pippi Blue en dan maak ik een fucking video met hem. Dan ga ik zingen met hem. Koffie drinken. Ik lust het. Blu-ray DVD's. Kijk. Bekijken. Chillen. Blu-ray DVD's. Legend! Want dus hij heeft hier 100 hamburgers gekocht in de McDonald's. Stel je voor, je bestelt 100 fucking hamburgers in de McDonald's. What the fuck? 100 hamburgers. Legend! Dit is zo de guy waarmee hij altijd chillt. This guy kan geen Nederlands. Hij spreekt altijd Engels. Ik heb deze vlogs echt geanalyseerd. Ik heb echt 2 uur in mijn bed naar deze vlogs gekeken en ik ga niet liegen. Nu ben ik echt niet sarcastisch. Ik heb echt gelachen. En niet op een level van uitlachen. Ik heb gewoon echt gelachen. Deze vlogs zitten zo grappig in elkaar dat gewoon... is gewoon grappig. Het is... er zitten zoveel dingen in waarvan ik denk van... what the fuck? Snap je? Wat is jouw reactie als je 100 hamburgers koopt? Wat doe je dan? Dit. Legend! Hij heeft een Rolex om zijn arm. Legend! Dan zou je je afvragen, ja, wat de fuck gaat hij dan doen met 100 hamburgers? Zoals ik al zei, hij heeft een hele stabiele fanbase. In deze video verrast hij zijn fanbase met 100 hamburgers. En dan dit stuk, er is 8. Ik denk dat dit ook gewoon gebeurt in zijn dagelijkse leven. Er is niet een scène gezet, er is... hoe Pippi Blue leeft. Legend! Heb ik al gezegd dat hij, ik denk het wel, Blu-ray DVD's verzameld? Hij is legend! Wie heet er honger? Wie heet er honger? Wie heet er honger? Hij is legend! Hij is legend. Die hond. Ik weet niet of je het hoort. Maar elke keer als hij thuis is en hij is aan het vloggen, dan hoor je heel de tijd dat fucking geblaf van die hond in de background. Ik bedoel, dat is beter dan achtergrondmuziek. Dat is gewoon heel de tijd... legend. Geen discussie mogelijk. Legend. Dan eten ze zo op, snap je? Dan eten ze echt gewoon 100 hamburgers. Ja. Ja, dat doen ze dan, snap je? Zelfde hond! Legend. Legend. Ik kan er even heel serieus met jullie zijn. Je hebt YouTubers die fucking cringy zijn, omdat ze niet echt zijn wie ze zijn in hun video's. Maar ik zie echt gewoon puur en puur dat deze guy echt plezier heeft in maken van deze video's. En ik ga niet liegen als ik zeg dat ik in de laatste 3 dagen echt fucking veel van zijn vlogs heb gekeken. Omdat echt gewoon, is gewoon grappig. Het is op sommige momenten misschien echt fucking raar en echt even belachelijk. Maar hij doet wel wat hij echt, hij is gewoon wie hij echt is in zijn video's. En hij is fucking leuk om te zien. En je kan niet zeggen dat ik een volwassen guy aan het uitlachen ben. Maar dit vind ik oprecht leuker om naar te kijken dan Enzo Knol. En ik weet niet waarom.
Maar hij is fucking legend! En hij verzamelt... Ja, jullie weten het al. Blu-ray DVD's. Ik heb daar nog niks van getoond. Laat me dat even verduidelijken. Zijn vrouw verzamelt heksen. En hij verzamelt Blu-ray DVD's. Ik weet niet of hij ze kijkt of zo, maar... Hier heb je de Blu-ray update 4. Welkom terug bij een nieuwe Blu-ray update video voor jullie alleen daar. Ik verzamel ook Blu-ray DVD's. Mensen die Blu-ray DVD's verzamelen. Check deze video's. Als je wil zien hoe iemand Blu-ray DVD's opent. Je weet nooit wat er in een Blu-ray DVD zit. Ik bedoel, misschien zit er een DVD in. Misschien... Zit er een DVD in. Special edition van The Expendables. Nice. Voilà. Blu-ray. Ik ga een keer kijken wat er allemaal in zit. Wat zou er in zitten? Voilà. Oh shit. Er zit daar echt andere... Oké. Deze guy, ik ga niet lachen met hem zoals ik met andere mensen heb gelachen. Deze guy doet echt wat hij wil doen. Dit is fucking real. Dit zijn real vlogs, snap je? Ik dik deze shit. Zijn channel staat in de beschrijving. Als je een goede gag wil hebben, check die shit. Hij is gewoon fucking legend. Ook al is hij soms gewoon echt fucking raar. Hij is gewoon legend, snap je? Dus dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Smijt zeker een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Bij 25.000 likes, like oprecht sturen naar hem. En vraag of hij eens wil chillen met mij. Dan ga ik een video opnemen met hem. Dan ga ik samen... Koffie drinken en Blu-ray. Het wordt fucking chill. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik wou dit al heel lang maken, maar ik heb deze guy eerst helemaal geanalyseerd, snap je? Ik wist waar je allemaal deed. Blu-ray DVD's verzamelen. Dat was de video. Bedankt om te kijken. Tot de volgende keer. Mijn naam is Acey. Mijn naam is Pippe Blu-ray.